Zal ik jullie een verhaal vertellen voordat we naar de laatste challenge gaan? Nou, vertel even een verhaal. We reden dus net weg bij die poldersportbaan. Ja? En dan kwam van die echt die kutkinderen. Waren ja, ja, ja. Ik zei, die zei altijd, Milo's kaal, kale Milo, hey, dikke kale. Oh, dat is een leuke opmerking van ze. Toen kwamen ze aan me toe, mag ik een foto? Heel kut, weet je wel. Ja, de verhaal is een beetje lang, maar Dus ik zeg, nou, is goed, je gaat op de foto. Geeft hij die telefoon aan mij? Wil je een foto van me maken? En dat is die prank, weet je wel. Die ondertussen iedereen weet dat je dat is B-reel. Dat is zo'n keigroot B-reel in beeld. Ik ben oud, maar ik ben niet 104, hè. Dus dan maak ik die B-reel gewoon zo, dat ik hem naar beneden draai. Dus zei ik, nou, zielig, doen we wel echt een foto. Gingen ze met z'n vieren om me heen, gingen ze mij allemaal filmen. Toen zei ik, nu komt de clue, hè. Jullie zijn echt autistische kutkinderen. En toen ben ik weggereden, ja. Ik wil even mijn excuses aanbieden aan die kinderen. Ik ben echt teringbrak en ik ben echt teringzagrijnig. Dus sorry dat ik dat tegen jullie heb gezegd.